En daar is Jules Wondhuis weer. Jules, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Goedemiddag, ja. Ik ben hier 5 weken niet geweest op dit tijdstip. Dat is waar, ja. Dus hebben we wat in te halen. Je hebt inderdaad wat in te halen. Je hebt maar liefst 5 films ook, ja, ook meegenomen. Laten we maar meteen beginnen met film 1. Dat lijkt ik wou ook nog iets zeggen over al die gouden en platina films, hè? Ja, maar dat duurt allemaal weer net te lang. We gaan even naar de 5 nieuwe films. Okay. Ja. Nou, Free Guy is lekker lachen. Nou, we hebben het weer over de films die nieuw zijn in deze provincie. Ja. Nou, in alle bioscopen hebben we het over 3 bioscopen. Emmeloord, de Meerpal in de Rotte en Almere. Draait onder andere Free Guy. En dat is een actiecomedie, science fiction film met in de hoofdrol Ryan Reynolds. En je weet nog, hij was ook de acteur die van Deadpool, hè? 1 en 2 speelde hij onder andere in. En ja, waar gaat het over? Ja, het heel simpel verhaal eigenlijk. Hij speelt een bankmedewerker die elke dag zijn vaste patroontje heeft naar zijn werk en zijn vaste dingen heeft, tot op een dag hij een bril vindt. En die zet hij op. Ja, en dan wordt hij meegezogen in een videospel. Ach. En dit is natuurlijk leuk voor kinderen, alle gamers. Oh. Voor alle mensen is het die gek zijn op videospelletjes. Dat weet ik helemaal niet. Het is niet gebaseerd op een bepaalde game, volgens mij. Nee. Maar de doelgroep is vooral mensen die gek zijn op videospelletjes en gamers. Ja. Die dat leuk vinden, die moeten naar deze film gaan. De film doet het heel goed. In Amerika ook. Op Rotten Tomatoes had hij 82%. Oh, dat is hoog. Mensen gaan massaal naar de film. En de filmmaatschappij is er zo blij mee dat ze al aangekondigd hebben dat deel 2 komt. Ja, mooi. Ook weer met Ryan Reynolds. Nou, is die overal te zien in Flevoland? Hij is overal te zien in onze 3 bioscopen. Dan is jouw favoriete acteur weer terug in de bioscoop. Liam Neeson met The Ice Road. Ja, nou, niet direct mijn favoriet. Nou, maar ik heb toch wel waardering voor deze man. Ja. Die al, ik associeer me altijd met Schindler's List. Ja. En dit is de zoveelste actiefilm met hem, Liam Neeson. The Ice Road. Ook in alle bioscopen te zien. Een actiethriller. En dat speelt zich af in het hoge noorden van Canada, waar een diamantmijn is ingestort en dan moet er een reddingsmissie op gang worden gebracht. En onder leiding natuurlijk van Liam Neeson. En die reddingsactie gebeurt natuurlijk met veel trucs, met actie, met veel kou. En veel lijkt spanning, me wel goed, hoor. En veel spanning. Ondergronds wordt het ook. Ondergronds. Claustrofobisch. Ja. Het is altijd een goed ingrediënt voor een film, hè? Als mensen vastzitten onder de grond. En, ja, de film krijgt een stevige 3 sterren overal. Hmm. En als je ongecompliceerd naar actietrillen wil kijken en houdt van trucs en ijs en actie en spanning, gewoon naartoe en 1,5 uur over je heen laten komen. Hij wordt wel oud nu, hè? Precies. Voor de kinderen even snel nog Paw Patrol. En dan gaan we zo meteen door met de laatste 2 films. Maar Paw Patrol is natuurlijk ook hartstikke leuk. Dat is een kinderanimatiefilm, hè? Ja, en die komt, misschien heb je het ook gezien, komt van Nickelodeon. Ja. Al jarenlang, sinds 2013, al bijna 200 afleveringen zijn er gemaakt over die schattige hondjes. Die, Sky Chase, Zumba, Everest. Al die namen onthoud ik nooit. Ja, ik heb het ooit wel eens gezien. Hoor. Maar even naar gekeken. Maar die hondjes, die komen altijd in actie om problemen op te lossen. En dat doen ze met verven. Maar nu hebben ze daar een film van gemaakt. Dus het is Paw Patrol, de film. En voor het eerst in de bioscoop. En dat is leuk voor alle kleintjes natuurlijk. En voor de kleintjes zou ik wel de Nederlandstalige versie nemen. Dat zou ik ook maar doen. Ja. Voor alle kleintjes en vaders en moeders en ooms en oma's. Gewone Paw Patrol. Komt ook weer een theatershow van, hè? Dus het is minst populair. Ja. Oké. Okay. Ja. Ja. Zometeen de laatste 2 films. Ook in alle bioscopen te zien hier in Flevoland. Stillwater en Don't Breathe 2. Daar kijk ik vooral heel erg naar uit. Nog 2 films, zoals gezegd. Stillwater, wat is dat voor film, Jules? Ja, Stillwater. Stillwater, dat is een vernoemd naar een kleine plaats in Oklahoma in Amerika. En daar komt ons hoofdrolspeler vandaan, Matt Damon. Oh ja. En die is een arbeider. En
als hij daar een tijdje werkt, ja, dan krijgt hij opeens het bericht dat er iets niet goed is met zijn dochter in Frankrijk. Die is namelijk gearresteerd en wordt beschuldigd van moord. O jee. Dus dan gaat hij naar Frankrijk. De film speelt zich voor het grootste deel in Zuid-Frankrijk, in Marseille en omgeving af. Mm-hmm. En daar gaat hij dus proberen te ontdekken wat er aan de hand is. En hij probeert dat vrij te krijgen. Ja. En een spannende thriller. Lijkt me een goede film. Toe, recht aan thriller. Mm-hmm. Ja, ja, Matt Damon vind ik altijd, goed. Ja. Ja, altijd. Maar we hadden het net over Liam Neeson, die is wel wat ouder geworden. Matt Damon is wel wat aangekomen ook, hè? Maar ik denk dat het voor deze rol is, hoor. Dat zou best kunnen. Maar hij is natuurlijk ook vrij klein, hè? Kijk, wat nu lijkt hij weer slanker, zie je dat? Ja. Ja. Dus de film is met Cannes in première gegaan. Mm-hmm. Naar Cannes, dat is dan net geleden eigenlijk. Ja. Ook aardig goed gedaan. En geen prijzen verder, maar... ja, een spannende thriller dat zich afspeelt in het Zuid-Franse. De film is al sluitend met één voorstelling te zien in Kinepolis in Almere. Oh, één keer maar. Jammer. Ja. Ja. Oh, raar is dat toch, hè? Die keuzes die ze soms maken. Het gaat allemaal om de commercie, Jules. Hè? Denk er Sam. Altijd. En dan tot slot Don't Breathe 2. Nou, deel 1 is natuurlijk een enorm succes geweest in 2016. Ja, mag jij vertellen, want ik heb deel 1 echt niet gezien. Het is van de maker van Evil. 2016 was dat, vijf jaar geleden. Ja. Deze horror. Ja, nou goed, het is dus van de maker van Evil Dead. Dus vandaar dat er wel halsreikend, zeg ik dat goed, halsreikend? Ja, naar uitgekeken werd. Het ging over een blinde man, hè? Een blinde veteraan. Die woonde alleen, deel 1 was dat dan natuurlijk. En die zou een grote som geld bezitten in dat huis. Dus zijn er drie inbrekers, die gaan naar het huis. Maar het blijkt ook dat er een rottweiler in dat huis is. En nou ja, goed, het is helemaal, ze weten binnen te komen, maar... hoe ze er weer uitkomen, want die blinde man die heeft toch wel het een en ander gehoord in dat huis. Het is superspannend. En nou is er dus deel 2. We hebben toch een tijdje op moeten wachten. Oh, maar het is eigenlijk thriller, actie, maar er zitten horror effecten in. Nou, ik denk, ik zou dit meer als een horror thriller. Ik vind het meer een thriller dan echt een horror. Want een horror is... Het zijn wel die dingen dat die man staat en dan de camera die pent. En dan zie je in één keer twee schaduwen staan of zo. Ja. Weet je? Dat soort dingen. En in één keer springt er ook iemand achter iemand vandaan. Wat ik ervan even van zag, is een thriller met horror effecten. Ja, doet mij precies. Ook een beetje niet echt een echte horror. Maar dat maakt het wel mooi als het dan geen horror is. Want dan wordt het nog spannender. Ja, dat is het hem juist. En dat is eigenlijk de kracht van deze film. Die blinde man die heeft zich dus jaren verstopt in een afgelegen hut. Hè, dat is deel 2. Heeft een jong meisje opgevangen en opgevoed dat verweest wordt door een... een verwoestende huisbrand. Hun rustige leven samen wordt verbrijzeld wanneer een groep criminelen het meisje ontvoert. En die blinde man die wordt dan gedwongen zijn veilige haven te verlaten om haar te redden. Maar hij is natuurlijk blind, dus hij moet dan het bos door op zoek naar dat meisje wat hij jarenlang heeft opgevangen. Dus dat wordt een soortgelijke verhaal natuurlijk, maar dan speelt het zich niet in het huis af, maar buiten in de bossen. Ja. Dat kan natuurlijk ook een heel spannende setting zijn. Hè? Als het maar goed gedaan wordt, dan is het goed. Ja, deel 2 alleen dus te zien in Almere, ook met één voorstelling. Mooi dat ze die man daarvoor gecast hebben. Ja, je zou bijna de eerst denken van toen jij het verhaal net vertelde, dacht ik van dat is dan zo'n gespierde ex-marinier, weet je, nog een. Ja. Maar dit is gewoon een mooie verweerde kop die heeft en getekend door het leven. Hij is ook echt blind, hè? Ja. Nee hoor, dat is niet waar. Oh. Goed, Jules Wolthuis, tenminste ik weet het eigenlijk niet, zou zomaar kunnen. Hij speelt het namelijk ontzettend goed, die man. Dankjewel. Ben je de volgende week weer bij? Ik ben de volgende week altijd bij.